belangrijke punt is eigenlijk dat er is op dit moment wel heel veel data. Piketty heeft in zijn boek heel veel data naar voren gekregen. Maar mijn belangrijkste punt in mijn column was dat als wij in Nederland op dit moment het boek als excuus gaan gebruiken om belasting te gaan verhogen, dat het eerst nodig is om nog meer data voor Nederland te krijgen. Want de data van Piketty gaat niet specifiek over Nederland. Wat ik wil overbrengen is dat er een aantal discussies de komende tijd op de agenda staan over ongelijkheid, die niet snel meer zullen verdwijnen en dat het de moeite daarom loont om het boek van Piketty te lezen, of in ieder geval boeken die over het boek van Piketty gaan, om kennis te nemen van zijn verhaal. Voor mij is de kracht van het boek dat Piketty in staat is gebleken om over een hele lange periode data over vermogen te verzamelen. En dat hij aan de hand van die data kan laten zien dat de concentratie van vermogen in de 18e en 19e eeuw heel groot was. Dus groot was en beperkt was tot een hele kleine groep. Dat in de 20e eeuw dat een beetje uit elkaar is gevallen door oorlog en crisis. En dat je nu vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw ziet dat je eigenlijk weer het gevaar dreigt, dat eigenlijk weer het gevaar dreigt dat je de kant weer van de 18e en 19e eeuw opgaat, dat het vermogen weer bij een hele kleine groep terechtkomt.